Eerst maar eens deze lek nummer 7. En die wordt niet goed begonnen. Dat is beter. Ja, en in een partij waar zoveel dubbels worden gemist, is voorspellen lastig. Ja, natuurlijk, Polen staat wel 4-2 voor. Maar ja, die laatste dubbel moet er toch nog een keertje in. In ieder geval nog één triple. Dat was ook wel nodig. En dat is ook zeker nu weer nodig. Kijk eens. Dat is dikke pech met die laatste pijl. Maar Polen kan niet uit vanaf 162. Over pech gesproken. Dan is dit toch wel het optimale wat je eruit kunt halen. Dus het moet wel nu. Nee, geen triple 20. 43. En weer is het Ratajski die het mag afmaken. 4-16. Schud van nee, en dan heeft hij nog wel de kans op dubbel 8, maar ja, als je al begint met nee schudden. Dan belooft dat niet van goeds. Nu blijft het dubbel 12. 48. En die blijft toch een eindje weg. De spanning bij Ratajski. En het is Tjuk die het doet. Hij bezorgt Polen de zeer hoognodige 5-3 winst. Vanavond Ratajski en Tjuk tegen Van Barneveld en Van Gerwen.